Welkom en dag aan alle maagden. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor augustus 2014. Het belangrijkste dat in augustus gebeurt, is dat er twee planeten zich in Leeuw zullen bevinden. Zowel Jupiter, maar ook Venus. De planeet van het evenwicht, de planeet van de liefde. En voor de maagd bevinden die twee goede planeten, want dat zijn eigenlijk, we noemen dat de benefics, omdat die planeten heel veel opportuniteiten geven. En voor de maagd is dat in het 12e huis. En wat betekent dat voor de maagd? Het 12e huis is een zeer onbewust huis. Het is een huis waar men tot rust kan komen als men wil. Voor maagden is dat niet altijd gemakkelijk. Maar ook een huis van het onbewuste. Dus een ideaal moment gedurende de maand augustus voor de maagden om tot rust te proberen te komen door bijvoorbeeld niet alleen meditatie, maar ook bijvoorbeeld tai chi of iets te doen wat je graag doet en wat jezelf, wat jou tot rust brengt. Omdat je de kans hebt om dit nu te doen. En normaal gezien maagden, het is niet het teken van de rust normaal gezien. Dus het is niet altijd gemakkelijk voor een maagd om het verstand, om dat een beetje lam te leggen. En vandaar dat je nu in augustus wel de mogelijkheid hebt. Dus ontspan je, relax, dat is de leuze voor de maand augustus. Voor een aantal maagden onder jullie, een gelukkige verjaardag. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Wil je een reading, kijk even onderaan de link. Ik zit ook gedurende de maand augustus in het Parkcafé. Alle gegevens vind je hieronder. Tot ziens, dag!